Ja, heel goed. Nou ja, stel dat Barcelona komt om te vragen dat ik daar tweede keeper wil worden. Ja, dan ga je natuurlijk op brommetje naartoe. I'm dreaming. Hallo en top dat je kijkt naar Waanzin. Mijn naam is Jelle en vandaag zijn we in Den Haag bij Eredivisieclub ADO Den Haag. We hebben een ontmoeting met de nummer 1 keeper, Swinkels. En we hebben een kandidaat die wil keeper worden, maar ook sportjournalist. Dus die gaat Swinkels een aantal pittige vragen stellen. Nou, wie die kandidaat is, hij stelt zichzelf aan je voor. Hoi, ik ben David, ik ben 15 jaar en mijn droom is om profkeeper te worden bij ADO. En als dat niet lukt, dan wil ik graag de sportjournalistiek in. Oh, Den Haag, mooie stad. Achter de Dani, de schilders weg, de lange poten en het plan. Ja, daar ben je een beetje zenuwachtig. Ik ben wel een beetje zenuwachtig, ja. Ik heb een beetje trillende handjes, maar... Ja, want we zijn hier voor de keeper van ADO Den Haag, Swinkels. Ja. Waarom ben je zo'n fan van hem? Ik zie hem natuurlijk altijd iedere keer als hij in de Eredivisie keept, weet je wel. En dan zie ik van die renningen en dan denk ik, oh, weet je wel, zou ik wel na willen doen, zeg maar. We hebben een beetje pech, want Swinkels is geblesseerd, hij heeft iets aan zijn dij. Dus we kunnen helaas niet met hem het veld op. Dus we kunnen niet tips vragen, dat is wel erg jammer natuurlijk. Maar we kunnen hem wel gaan interviewen. Dus wat zou je ervan vinden als jij als een echte journalist hem wat pittige vragen gaat stellen? Vind ik hartstikke gaaf. Ja? En een beetje doorvragen en een beetje wel in een relaxe setting, zeg maar. Ja, vind ik hartstikke gaaf. Want wat zou je van hem willen weten? Ik heb hier een lijstje met vragen. Ja. Bijvoorbeeld, vragen over het keepen, maar ook gewoon over, niet echt over zijn privé dingen, maar ook een beetje over ADO, hoe het hier allemaal eraan toe gaat. Ja, wij krijgen straks de kans om dat allemaal te vragen, dus dat komt helemaal goed. Bereid je nog een beetje voor en dan gaan we ondertussen genieten van de training. Toch? Helemaal goed. Ja. David die heeft mij een droom ingezonden. Ik ben van het programma Waanzin, kinderprogramma. Ja. En hij wil heel graag keeper worden. Ja. Maar als dat nou niet lukt, dan wil hij ook sportjournalist worden. Okay, dus hij wil jou een aantal pittige vragen stellen, omdat je toch geblesseerd bent. Dus vind je het goed dat hij jou wat vragen gaat stellen? Ja, ik ben onvoorbereid, dus ik ben benieuwd. Goed. Ja. Nou David, jij gaat nu als een echte sportjournalist, jouw held eigenlijk wel even interviewen. Ik heb daarom een echte microfoon bij me om het een beetje officieel te maken. Ik stap uit beeld, jij kan naast de cameraman gaan staan en dan kan je hem een vragenvuur op hem afvuren. Okay. Toch? Is goed. Top, gaan we dat doen. Nou, hoi Robert, ik ben David. Ik ga je een paar vragen stellen en ik hoop dat het een leuk interview wordt. Dat hoop ik ook. Hoe lang ben je nog van plan om te blijven keepen bij ADO? Bij ADO? Een goede vraag. Mijn contract loopt af aan het eind van het jaar. Dus in ieder geval de komende, 8 maanden ben ik nog bij ADO. En we zullen denk ik over een aantal maanden wel bij elkaar gaan zitten om te kijken of eventueel nog toekomst samen zien. Dus dat kan van mijn kant positief zijn, dat kan van ADO's kant positief zijn. Maar goed, ADO kan ook zeggen, joh, we willen graag met jonge keepers door. Dat zal moeten blijken. Dus tot nu toe heb ik het in ieder geval goed naar mijn zin en dat is het belangrijkste denk ik. En als je dan niet bij ADO blijft, zit je dan wel eens te denken aan een buitenlandse club? Nou, niet per se buitenlandse club, misschien wel buitenlandse avontuur als dat een keertje langskomt. Ik ben natuurlijk al wat ouder van voetballen, maar voor een keeper kan ik nog een aantal jaar mee. Dus dat moet dan ook langskomen natuurlijk. Dus je moet ook de kans krijgen om zoiets aan te kunnen pakken. En dat zal ook moeten blijken in de komende tijd of dat misschien een optie is. Wat is het meest memorabele moment dat je hebt meegemaakt in je carrière als keeper bij ADO? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb wel een paar leuke momenten meegemaakt. Ik kan me één wedstrijd in de Kuip herinneren tegen Feyenoord. Was in het jaar dat Attenveld trainer was, stond er 2-1 achter. En ik ging mee naar voren in de laatste minuut. En ik kopte de bal door, waardoor er een assist zeg maar, op Danny Buijs die hem uiteindelijk erin schoot. En we maakten de 2-2. En omdat je dan ook een aandeel hebt in de goal, was het ook een onwijze ontlading. Zeg maar. Dus ik rende keihard naar de dugout toe en iedereen stond achter de goalfeest te vieren. Dat is eigenlijk me altijd wel bijgebleven. Ook omdat ik verschrikkelijk moe was na die wedstrijd van het sprinten. Heb je nog tips voor mij wat ik kan doen om een betere keeper te worden? Tips voor jou om sowieso plezier in wat je doet, dat is het belangrijkste. Dus dat je met een glimlach het veld op gaat, dat is
Gewoon goed je training afwerken. Leren van je fouten. Niet te veel down van worden. Maar gewoon kijken wat de fout ging. En het goede eruit halen. En weer meenemen naar de volgende. En dat is eigenlijk keepen in een nutshell, zeg maar. Als je een foutje maakt, dat doen we allemaal. Maar hoe stap je daar overheen? Dat is het allerbelangrijkste. En, ja. Heb je liever dat je gaat banken bij een heel goed team? Of dat je basis staat bij een iets minder team? Dat is ook wel een hele goede vraag. Ja, heel goed. Nou ja, stel dat Barcelona komt om te vragen dat ik daar tweede keeper wil worden. Ja, dan ga je natuurlijk op brommetje naartoe. Ja, dat lijkt me logisch. Dus ja. dat hangt ook al vanaf wat voor club het is. En dat zal je op dat moment moeten afwegen. En wat de andere opties zijn natuurlijk. Dus, heb je een leuke manier om een spits om de tuin te leiden? Nou, een leuke manier. Een simpele manier is om, stel dat je een 1-1... krijgt met een spits, om één hoek gewoon bewust een klein beetje open te laten om die kant op te lokken. En dan daar een beetje heen te trekken, zeg maar. En dan kun je ook wat eerder anticiperen op het moment dat hij gaat schieten. Van, oké, hij gaat hem daarin schuiven. Dus ja, dat zijn dingetjes waar je mee moet spelen, zeg maar. En dat lukt ook niet bij iedereen. Maar dat gebeurt in een split second. En dat kun je oefenen op de training bijvoorbeeld. Ja. En hoe doe jij penalties? Doe jij het echt met op gevoel? Of heb je daar bepaalde dingetjes voor in je hoofd? Nou, ik heb wel een bepaalde filosofie daarover, zeg maar. We kijken sowieso altijd een beetje terug hoe die in het verleden penalty heeft geschoten. Maar dat zegt vaak niet zo heel veel natuurlijk. Want nu gaan ze natuurlijk dat allemaal weer gebruiken. Dus je kijkt terug. Ook kijk ik naar wat voor speler is het, wat zijn positie. Welk been is die, zeg maar. En dat weeg ik allemaal mee. En soms ga je op gevoel en soms ga je op wat je van tevoren hebt bestudeerd, zeg maar. Ja. Nou Robert, hartstikke bedankt voor dit interview. En natuurlijk omdat ik een fan ben, wil ik ook graag nog even met je op de foto als het mag. Nou, dat kan natuurlijk geregeld worden. Dus dat gaan we doen. Ja, ik hoop dat je het leuk vond. Ja, super. Ja? Dat was goed. Ja, bedankt voor het interview. Nou David, je hebt net Robert mogen interviewen. Zeker. Hoe vond je dit? Ja, ik vond het super gaaf. Ja. Echt leuk dat ik zo een beetje op een speelse manier een interview mocht doen. Ik kwam nou dingen te weten die ik graag wilde weten, weet je wel. Ja. En hij pakt het ook op een hele leuke manier op, dus dat is ook een plus. Dus ik vond het heel leuk. Leuk vent is het. Ja, heel leuk. Ja. Dus de dag is geslaagd voor jou? Zeker. De dag is zeker geslaagd voor mij. Helemaal goed. Ja. Nou, heb jij nou ook een droom? Net als David wil je naast je held komen te staan? Dat kan. Stuur dan gewoon je droom in naar waanzin@hotmail.com. Volg me nog even op de sociale media. Kan gewoon en vind ik heel gezellig. Ja. David, dankjewel. En jou zie ik bij een volgende aflevering van Waanzin. Tot dan. Doei doei. Doei.